Zullen we maar even naar binnen lopen in dat gebouw? Jij valt niet zo op. Hoezo? Omdat het een psychiatrisch gekkencentrum is, toch? Heel grappig. Als je het iets harder zei, had ik het in de vocht kunnen laten. In the sound of silence. Remember when I started airing? People would run out of the stores, grab me, and tell me how obsessed they were with the show. I judge a book by its cover. But you ever take one of those jobs just to pay the rent, and you find out that you're good at it? We become who we are. The man is an extremely talented covert operative. This is a war. Leon, er zijn een aantal mensen op deze wereld die ik beter ken dan zij zichzelf kennen. Noem maar één. Jou. Wat eten vind jij het allergoorst? Ik weet het niet zo goed. Er is niet zo heel veel. Fout. Echt heel goor. Rooikool. Wat lust ik echt niet? Rooikool. Zet het goed. Oké. Wat is je lievelingsvak op school? Het hangt er een beetje van af, ik zou wiskunde zeggen. Mijn lievelingsvak op school is... Ik ga nu echt als een nerd klinken. Wiskunde. Wat is je favoriete boek? De Bijbel. Ja, ik heb ook wel eens de Bijbel gelezen, maar... Ja, die is nog iets dikker inderdaad. Heb je die helemaal gelezen? Waar heb je die vlog gekeken? Niet, ik heb mezelf echt al heel lang niet... Ja, maar er is niet zo. Er zijn niet zo heel veel andere. Je hebt anderhalf jaar lang geleden in dit boek geschreven. En nu weet je alles nog. Benne, je weet één ding niet. Oké, ik ben heel benieuwd. Wat zijn je huisdieren? Konijn, sop. Hoe weet je dat nog? Ja, I don't know. Verzorg dat beest hoor. Wat is je hobby? Oké, nu weet ik legit denk ik even niet. Wacht op dat. Dit is een jaar geleden. Anderhalf jaar. Denk muziek maken of luisteren? Nee. Heb ik dat niet gezegd? Programmeren. Mijn hobby's. Programmeren. Wat de f***? Dat is helemaal niet waar. Dat staat hier. Serieus? Nee, ja, maar je mag het niet zien, want ik moet de rest nog vragen. Oké, ja, is goed. Programmeren. Oké. Dat is zo niet waar. Wat is je lievelingseten? Bullshit! Oh, je zou nog niks laten. Pizza? Nee! Dan denk ik toch voor friet met satésaus. Fout! Inmiddels is er een bepaalde pasta die ik probleem. Nee, ook fout. Ja, inmiddels zei ik dat. Hallo. Nee, nog steeds fout. Kijk, u weet het niet dan. Patat met satésaus. Maar dat is helemaal niet lekker. Jawel. Satésaus is helemaal niet lekker bij patat. Jawel, dat eet jij dolgraag. Dat staat hier. Wat is je favoriete kleur? Ik hou heel erg van pastelkleuren. Nee, groen. Groen? Groen. Nee, nu lul je. Mijn favoriete kleur is... groen. Oh nee, dat is die van Lucas. Nee, grapje. Nee, dit is letterlijk jou. Groen. Groen. Ik hou gewoon letterlijk van alle pastelkleuren. Vind ik wel mooi. Wat is je favoriete tv-programma? Wie is de Mol, I guess. Precies. Ja, ik kijk nog wel eens Wie is de Mol, als dat er weer op is. Ja. Wat is je favoriete muziek? Je favoriete artiesten of band of iets in die richting? Is het, heb ik één ding genoemd? Ja. Nou, dan denk ik Coldplay. Ja. Maar ik denk dat mijn lievelingsartiest dan toch wel Coldplay is. Wat is je favoriete film? Ik heb alleen maar Disney-films gezien, dus het moet een Disney-film zijn. Lion King, probably? Frozen. Staat hier ook letterlijk. Het is een Frozen vriendenboekje, dat zit. Ja. Wat word je later? Vader. Ouder. Wat? Vader? Ja, waarschijnlijk heb ik dan programmeur gezegd. Ja. Mr. Programmeur? Ik heb ook helemaal nooit geprogrammeerd. Hoezo, dat is jouw hobby. Waarschijnlijk wou ik dat het mijn hobby was. Ik wou er gewoon goed in zijn. Ik dacht gewoon hier, hobby, hoppa. Ja, voortaan dan zeg je als hobby. Ja, mijn hobby's zijn kwantummechanica. Bungee jumpen. Auto's bouwen. Doe het wekelijks. Fix je wel de meiden mee. Gewoon zitten, dit soort afspraken. Nee, gek doen.
Het allerleukste bij mij vind je gek. Oh shit, hoe oud was ik hier? 15. Nee, er staat ook letterlijk, ik heb een halve broer. Ik zet gewoon neer, een halve broer? Nee, je halve broer, dat is wat anders. Nee. Gewoon 1, 2, 3. Ik ben het hoofd! Kijk, dit zijn nog veel zieligere antwoorden. Deze zijn van Lucas. Mijn huisdieren, hond en vis. Maar hier heb jij het niet opgeschreven. Hier is het gewoon gelijk niet te lezen. Hond en vis klinkt als een drie gangen diner. Voorgerecht vis, hoofdgerecht hond, nagerecht Lucas zelf. Dus ja, dit was heel grappig. Dit was de video. Nee, maar dit was wel heel grappig. Oh, dit was het segment dat ik niet mocht weten. Ja. Dat zei ik niet. Dat mag niet namelijk. Oh, weet je van Thijs van mij nog zien? Zijn favoriete vak is bedrijfseconomie. Wat een incorrecte Nederlandse zin, Thijs. Kijk, zijn favoriete kleur is groen en zaad. Wat staat er? Oh, rood. Nee, groen en zaad. Dus ja, het nadeel is, ik was dit boekje 1,5 jaar vergeten. Zullen we even naar binnen lopen in dat gebouw? Jij valt niet zo op. Hoezo? Omdat het een psychiatrisch gekke centrum is, toch? Heel grappig, als je het iets harder zei, had ik het in de vlog kunnen laten. Oké. Okay. Jij valt niet zo op hier! Bamboe. Ik schrok zo hard, hè? Bamboe. I'm done. Tot zover de vlog, dames en heren. Later. Ik wil geen emoties tonen, dus ik draag mijn zonnebril. Maar weer zo'n stoet. Wat is dit? Wat is dit? Maar ik snap dit niet. Jongens, ik film undercover vandaag. Ik ben 18. Ik moet real met jullie zijn. Als ik op zoek arme vrouw door Leon om die video te krijgen, krijg ik de diss-track als eerst. Nee! Ik wou stoer zijn, maar ik ben het niet. Oh, hier. Ja? Leon! Top. Wat? Oké, ik ben dus even de vlog aan het terugkijken. En hier ben ik in gesprek met iemand. En Harme zegt of ik wel stiller wil zijn. Ja, ik dacht dat we op een begraafplaats zaten. Jij hebt gewoon niet het recht om mij te vragen om stiller te zijn. Hoezo? Ik praat nooit hard. Oké, dat was misschien een beetje hard, maar... Het is helemaal aan het begin. Het is de allereerste seconde. Stere dingen. Hé, hey, toen was je dik. Wees al lang blij dat ik weer meedoe voor je. Klik. Hoezo? Dit is geen... Ik ga toch niet weer de vlog noemen dat je van je fiets valt? Waarom niet? Dat is clickbait. Doe het gewoon. Nee. Waar doe ik het dan voor? Pijn. Comedy. Lekker voor je. Volgens mij is hij gewoon weg aan het gaan. Oh, ik zie net een mooie vogel. Oh, fuck. Wow, zie je die Mercedes daar? Shit, ik heb het net gemist. Oh, fuck. Wat doet dit nou pijn? Oh, wow, dat was echt heel realistisch. Je zag ook letterlijk jouw been eroverheen slaan. Ja, maar dat was omdat ik zogenaamd af was, maar dat ging niet zo goed. Oh. Heel even jouw emotie filmen hoor. Kijk, Leon, jij hoort daar thuis. De grap duurt nu al te lang. Heb je je ooit afgevraagd wat er in dat gebouw zit? Laten we het uitvinden. Oké, laten we niet uitvinden. Help, er komt een man. Help me, statief. Help, film jij. Wat hoor ik? We gaan Rusland opnieuw innemen. Gaming video's doen het heel goed, zeker Brawl Stars. Dit wordt een gaming video. Gaming video's doen het zeer goed, zeker Brawl Stars. Dit wordt een gaming video. Ja, maar gaming video's doen het erg goed, zeker Brawl Stars. Nu komt dit op YouTube gaming trending. Oh nee, help me. Maar wat gaat er door je heen? Ja, serieus. Je hebt dat hele huwelijksaanzoek. Heb je gefilmd zonder Tamers hoofd erop te zetten? Helemaal niet. Ik heb haar emoties gefilmd. Kun je dat ook een keer doen met camera in je hand?
Oh, dat heb ik wel eens gedaan in de Noordkaap-vlog. Heb je die nooit gezien? Nee. Kijk hem. Is echt heel slecht. Ja, dan. Rusland. Je ziet niks. Oké, ik stuur de foto niks. Dan. Stuur de foto maar. Ik ga hem er niet in, hè, dat ik heb geen zin in moeten steken. In. Nee, maar zo, over belichting. Je moet ook altijd begrijpen. Mensen zeggen nooit precies wat ze bedoelen, snap je? Als iemand zegt van... Yo, het gaat de laatste tijd niet zo lekker tussen ons, maar het ligt niet aan jou. Dan ligt het dus aan jou. Er zit een vlieg in je nek. Film je al? Nee. Je moet wel filmen, hè? Nee. Waarom werkt jouw... Ik moet misschien op de paden blijven. Misschien moet dat, maar dan val ik wel harder. Auw. Hoezo, hoe weet je nu al dat je gaat vallen dan? Is het nep? Nee. Clickbait? Nee. Ik blijf gewoon net zo lang fietsen tot ik val. Auw. Auw. Auw, help. Ik val bijna. Grapje, goed. Normaal. Dit is een statief trouwens, guys. Help, ik val. Wat? Oh, sorry, ik moet even draaien, hold up.